Hey Blokkie Gamers, welkom allemaal bij toch de Sims 4. Ik denk dat ik toch eventjes een soort van serie wil maken. Dat we iemand gaan maken die zich helemaal richt op het landelijk leven. En ik vind het toch hartstikke leuk om zoiets te doen. Het zou misschien niet zo heel goed bekeken worden, maar ik vind het wel echt heel leuk. Ik heb jullie natuurlijk de vorige keer mijn eigen familie laten zien. Die zijn al echt, ik weet niet hoe ver, die hebben nou een eigen huis, heb ik zelf gebouwd en weet ik wat. Dus dat is wel heel vet. Ik ben wel een beetje doorzichtig zoals je kunt zien, maar als het goed is, wordt dat straks gefilterd. Ik kan nog eventjes kijken of ik dat voor jullie kan aanpassen. Maar we gaan dus eigenlijk gewoon een kel maken. Die, hoe heet het? Ik moet even kijken welke ik dan moet hebben, hoor. Dat komt door de kleur. Nou ja, maakt niet uit. Maar we gaan dus iemand maken, gewoon een kerel. Die dus zijn eigen boerderij gaat doen. Moet je een verhaal van maken? Nee, dat hoeft niet. Gaan we echt zo'n boerenkerel maken. Ik denk dat dat wel geinig is. Hallo, ik heet. Ja, ik kan ook mezelf doen. Maar dat hebben we al zo vaak gedaan. Ja, wat is de naam? Bob de Boer. Nou, hey, perfect. Bob de Boer. Ik wil eerst even een kelk hebben. Een kelke? Wat is dit voor iemand? Of wat erg? Juist hem! Kijk, hij moet mooi baadje hem. Fantastisch. Goed. Partner's a torque. You sure row, huh? What a shoots day. Zomboom in a bosh. Bledelix, Aurora. Pomeray Quas. Hey, Twempelinga. Juist hem. Oké, dit is Bob de Boer. Bob de Boer die is bruin haar. Die bril mag op zich wel af, wat ik niet erg vind. Weg met die bril, juist. We gaan dus een boer maken. Of tenminste, in ieder geval, het lijkt op een boer. Dus we moeten even kijken welke haren we natuurlijk gaan doen. Deze baard is wel perfect daarentegen. Dus dat is wel top. Ik wil hier ook niet te veel aan kwijt hoor, om zo'n puppeke te maken. Want dan skip ik dat wel. Ja, een boer heeft meestal, nou, niet altijd, maar niet zo heel veel haar op de kop. Zoiets. Juist. En dan heeft hij groene ogen. We kunnen hem natuurlijk een bril geven. Ik vind die ogen een beetje weird. Ik weet niet. Zo. Hij krijgt straks een hoed op hoor. Of hij krijgt een hoed op. Een boerenhoed, dacht ik zo. Hebben we nog een hele leuke cowboyhoed? Nee, dat is geen cowboyhoed. Dit is wel een cowboyhoed zo. Ja ouwe. Mooi baadje. Deze zit bij landelijk leven. Maar ik vind deze wel vet. Dan moet ik nog eventjes wat kleren doen. Wat ik zeg, ik knip het al eventjes uit. Want het is nog niet heel netjes. Omdat dat duurt allemaal veel zo lang. En dan kunnen we in ieder geval vast beginnen met bouwen, et cetera. Dat is wel hartstikke leuk. Dus, ik ga hiermee bezig. En ik zie jullie zo meteen terug. Dames en heren, mag ik u... voorstellen aan Bob de Boer. Zo, dat duurde lang. Goeiedag zeg. Bob de Boer, dames en heren. Onze Bob de Boer. Mooi boertje. Petje op. Baadje. Ik vind het fantastisch. Maar, omdat we natuurlijk op een boerderij gaan richten, gaan we natuurlijk wel de natuur doen. En dan moeten we voor mij deze platteland verzorgen. Maar dan moeten we ook nog categorieën moeten wij voorkeur en afkeuren. Oh, is dat ook nieuw? Oh, dat heeft met Wicked Wims te maken. Ja, ja, ja. De mod Wicked Wims heb ik erin zitten, hè. Goed, waar onze Bob de Boer, die houdt natuurlijk van buiten zijn. Want hij is gek op buitenspelen. Buitenspelen? Ja, buitenspelen. Hij, wat is die nog meer? Hij houdt van... oh, is... nee, ik wil die hebben. Waar houdt hij nog meer van? Zelfverzekerd kan altijd wel handig zijn.
Hij houdt in ieder geval van buiten. Hij... Oh. Nou, kinderachtig hoeft niet. Hij is in ieder geval niet leuk, want hij houdt namelijk graag van dinges. Wat is onhandig dan? Deze sims vallen vaak terwijl ze fysieke activiteit uitvoeren. Ze kunnen om hun klunzigheid lachen en raken er niet door van hun streek. Misschien is dat nog een keertje geen nog om zoiets te doen. Maar ik denk dat zelfverzekerd wel een idee is. Oh, en onhandig. Mooi. Hoop ik dat goed komt en dat hij niet natuurlijk allemaal plantjes in de moeder hebt. Goed, we hebben hier Bob de Boer, jongens. We gaan hem accepteren. Hier, kijk hem even staan. Ja hoor. Opslaan en spelen. En dan gaan we eventjes een huisje bouwen, denk ik. Ik denk dat dat wel leuk is. Moet natuurlijk niet te duur zijn, hè. We beginnen in de lente. Yes. We gaan natuurlijk wel naar het boerendorp, dat is hier. Kijk, want je hebt hier namelijk al een aantal huizen staan. Dit is een heel mooi beginhuisje, alleen het is eigenlijk een beetje klein. Dus wat ik eigenlijk het liefst wil hebben, is dat we bijvoorbeeld deze luiden uitmieteren. En ik weet natuurlijk niet hoe duur dat is, dus daar kunnen we wel eventjes kijken. Dus als ik nou eerst even terug ga... hoe doe ik dat? Voor mij kan dat niet, hè? Sanford Henry. In dit geval zijn de functies van de wereld weer niet een huis niet. Ja, dat is een beetje lastig. Hoe gaan we dit doen? Want hij kan hier natuurlijk niet wonen. Hier kunnen we trouwens ook wel wonen, de oude molenweg. Dat we hier wat opbouwen, dat is misschien ook wel een idee. Is bij het water. Ja, laten we daarheen gaan. Ongemeubileerd. Kavel slopen. Ja, doe maar kavel slopen. Dan denk ik dat ook al die dingen weg zijn. Hoop ik. Zo niet heel een probleem. Alright. Welkom bij ons huis. Of in ieder geval poging tot. We hebben... hoeveel geld hebben we? 19.000 euro. Nou, hartstikke leuk. Wat ik wel even wil gaan doen is... wij hebben een vruchtbare grond... Geweldige aarde hebben we. Dan hebben we een eco-kavel. Dat zou kunnen, maar of dat makkelijk is, dat weet ik niet. Huiselijk. Koken kan er handig zijn. En wat is wel leuk. Snel internet. Ja, dat is dus heel veel privégebouw. Een thuiskamer deze eigenschap schrikt iedereen. Behalve de meeste vastbedoelde bezoekers. En heeft weinig invloed op commerciële locaties. Wetenschappelijk holtrainings, zonnig aspect. Nee, laten we een mooi eco-kavel doen. En wat we dus gaan doen, dat is wel heel erg leuk, eenvoudig leven. Op deze kavel heb je de ingrediënten nodig om de recepten te bereiden. Koken met ingrediënten draagt echt bij aan de smaak. Dus wij moeten echt daadwerkelijk onze eigen gewassen verbouwen om überhaupt eten te kunnen maken. Hebben we dat niet... Daar kunnen we geen eer te maken. Dus dat is wel een geinige leuke challenge. Hij begint hier. En het hoeft ook niet zo'n hele grote... Hoe groot is dit? Deze kavel. 50 bij 40. Is niet de allergrootste. Maar dat hoeft ook niet. Even kijken. Het hoeft ook niet zo'n groot huis te worden. Laten we beginnen met de hal. Dan plaatsen we hier de wc'er. Dan hebben we hier de woonkamer. En dan hebben we hier... Oh, wacht, ik moet dat even anders doen. Ik vergeet het altijd. Hoe werkt dat? Om een fundering te plaatsen. Kijk, dit is alleen dat. Kijk, want ik wil graag een fundering plaatsen. Nadat je... Nee, dat moet niet hebben. Ik moet even kijken hoe dat werkt, hoor. Vierkant platform. Maar is dat dit of niet? Ja, kijk, zo. En... Kijk, dit is de fundering. Kijk, dit zocht ik. En dan kunnen we altijd nog iets hoger doen als het moet. Iets naar achteren. Kijk, dan kunnen we ietsjes hoger doen, zo. En dan moeten we daarna even kijken hoe we dit gaan indelen. Iets naar rechts. Zo, en dan moeten we namelijk muren plaatsen. Of course, natuurlijk eerst... Hieromheen. Dat kan wel handig zijn. Zo. Oeh, dit is alweer een groot huis. Ik kan het altijd verkleinen. Kijk, dan hebben we hier de gang. Denk ik.
Zo. Dan hebben we hier de wc. Denk ik. En dan maken we hier de trap. Hier de wc, dit de keuken. En dit de woonkamer. Misschien een beetje een hele grote woonkamer. En die splitsen we eventjes in tweeën. En dan kunnen we hier een... ja, weet ik veel. Een dinges maken. Dan maken we hier de trap namelijk. Ik hoop dat we daar het geld ervoor hebben. De goedkoopste trap mag wel. Zet die maar hier neer. En dan... Wil dat? Ja, zo ja. Kijk, dat is leuk. Hij moet alleen wel ietsjes naar achteren. Ietsjes naar achteren. Zo. Kijk, en dan hebben we dus ook één bovenverdieping. Ik hoop echt dat we geld ervoor hebben. Dat is duur hoor. Kijk, hier komt hij omhoog. Dit is de overloop. Dit wordt onze slaapkamer. Oeh, weer nog 9000 euro. Eesh. We moeten ook nog deuren plaatsen en zo. Ja. Nou, ik zal eerst eens even lekker een beetje doorbouwen. Dan kunnen jullie zo meteen het wel zien hoe het eruit komt te zien. Ik ga denk ik wel iets kleiner wonen, want het is wel erg groot zo. Nou, ik heb in ieder geval eventjes een klein stukje gebouwd, zoals je kunt zien. We hebben nog best wel wat geld over daarentegen. Alleen, het is een beetje vervelend. Ik kan hier niks plaatsen. Oh, en nou kan het in één keer wel. Dat is wel heel apart. Want ik wou eigenlijk, als ik die heel veel aan de kant zet... zet die maar even daar neer. Kijk, want als ik deze namelijk hier neerzet... Dan ziet het toch net ietsjes leuker uit. Maar net wou dat dus niet. En nou wil het in één keer wel. Dus dat is een beetje apart. Maar deze zet ik hier neer. Daar zit eigenlijk die... Dat raam zit eigenlijk een beetje scheef. Nu kunnen we iets naar rechts doen. Maar dan moet... het raam moet ook iets naar rechts. Want anders ziet het er niet uit. Ik heb een paar dingen op het dak gedaan. Zoals je kunt zien. Zo ziet het huis er nu uit. Met mooie dakkapelletjes en een schoorsteen. Hartstikke leuk. Maar goed. We hebben 5000 euro. We moeten hier nog even wat... hoe heet het? Wat lampen in doen. Dit laat ik voorlopig nog even los. Alleen, wat dat ook een beetje een probleem is. Misschien dat het nou wel wil, hoor. Dat weet ik niet. Want ik wou hier een schuifdeur plaatsen, maar dat wil niet. Hij zegt, kan muur niet doorkruisen, maar er is hier helemaal geen muur. Dus ik vind het een beetje vreemd. Ik kan hier geen muur plaatsen, geen deur plaatsen. En een eenpersoonsdeur ook niet. Dus we hebben geen achterdeur. Ik weet niet waarom. Ja, of we moeten het in de keuken doen. Dat zou ook kunnen, maar het is een beetje raar. Of zo. Ik kan daar geen deur plaatsen. Of een dinges. Ik ben wel een beetje doorzichtig. Dat is niet helemaal netjes trouwens. Dan moet ik de volgende keer eventjes fixen. Wat ik wel even zo kan doen. Even mijn camera naar rechts doen. Want ik ben een beetje heel erg doorzichtig. Ik leek net een geest. Sorry daarvoor jongens. Dat ga ik de volgende keer fixen. Maar dit laat ik nog eventjes voor wat het is. We hebben nog geld over om misschien ooit een kast te bouwen. Maar ik denk dat we daar voorlopig nog eventjes mee wachten. Alleen het liefst heb ik dat wel. Maar ik weet niet. Het hoeft ook niet zo'n hele grote kast te zijn. Een klein kastje is ook prima. Dus dat kunnen we wel fixen. En ik kreeg trouwens de fundering kreeg ik ook niet voor elkaar. Vraag me niet waarom. Maar dat kreeg ik niet voor elkaar. Dus dat wordt een beetje verveeld. Want een kast is ook behoorlijk duur. Het is niet zoals in de Sims 2 hoe je daadwerkelijk een kast kan bouwen. Maar hier moet het eventjes op een andere manier. Moet ik even kijken welke ruiten ik daarvoor ga gebruiken. Want ik moet wel grote ruiten hebben. Om natuurlijk het licht door te laten. Ik weet niet meer welke ik ook weer had. Is dat deze? Nee. Deze waren dat. Kijk. En die wil ik dan graag in het... we hebben niet in het groen of zo. Kijk, maar deze ding is ook 130 euro per stuk. En dan moeten we de hele muur helemaal vol blaffen met allemaal ruiten. En dat gaat echt heel hard. Dat gaat echt heel hard. Wacht, laten we het even iets kleiner doen. Oh, dat was niet de bedoeling. De kast hoeft voorlopig nog niet zo heel groot, hè? Oh, een mooi klein kastje. Dat kost nog enorm veel geld. Al die ruiten. Alsof het ervoor gemaakt is. Zie je dat? En dan moeten we eigenlijk een glazen deur hebben.
Ziet er misschien een beetje weird uit. Maar goed. Dan moeten we dan eventjes iets eromheen doen. Zo, en dan moeten we hier een glazen dak op doen. Gelukkig is dak gratis, dus dat scheelt. Dak. Dak. En... ja, welke gaan we doen? Die, denk ik. Die kunnen we ook in een andere kleur, blauw. Ja, kijk, top. Dit is alleen wel een beetje lastig, want als het goed is, zouden wij het plafond kunnen weghalen. Als het goed is. We kunnen het plafond kunnen we weghalen. Dat weet ik. Je kunt het plafond weghalen. Maar dat hebben we niet. We kunnen platform verlagen. Je kunt het plafond weg, tenzij het plafond al weg is hoor. Ik denk dat het plafond al weg is. Oh, hij is verlaagd, dat moet niet. Zo ja. Ik denk dat het plafond al weg is, want dan kunnen we er namelijk ook bomen plaatsen. Dat is onze kas. Wat we dan eventjes kunnen doen is eventjes wat een pad er naartoe maken, zeg maar. Een beetje met... ja, het is een beetje vervelend dat we... ja, dat is wel kut. Nou ja. Iets harder. Kijk of dat hier dan veel wordt gelopen, snap je? En dan ooit hier... beetje lichtere kleur erin. Zo. Omdat daar veel wordt gelopen, moeten we brievenbus ook hebben. Die mag mooi hier staan. Kijk, kan obstructie niet doorkruisen, maar er is toch helemaal geen constructie? Hier is toch niks? Als jullie mij daarmee kunnen helpen, please. Maar dit is dus in principe tot nu toe onze woning. Of de woning van Bob, moet ik eigenlijk zeggen. Hier gaan we dan wel eventjes een lampje plaatsen. Wat is een leuke... ja, die... hij kan niet achter zijn... ja, kijk, dat is wel leuk. Hij kan hier... kijk, zo. Achter de bank. En dan kunnen we deze misschien hier plaatsen. Mooi! Nou, dan hebben we dat. En... ja... kan de vloer ook weg? Juist. Kijk. De vloer kan ook weg. En dan kunnen we in principe kunnen we hier misschien nog wel iets van zand maken of zo. Zandige zandpak, zand, lekker strandje. Woestijnzand, tuinchaos. Blijf wel lekker hard. Moet ik eigenlijk vierkant hebben, hè? Zo, en dan misschien nog een klein beetje. Klein beetje modder doorheen. Klein beetje. Zo, kijk. Dat is mooi. We hebben nu het huis gebouwd. Dus ik. Ja, we moeten eerst even wat de zaadjes hebben. Maar Bob die is in ieder geval klaar om aan het werk te gaan. Even opslaan. Bob, die heeft zijn eigen huis. Dus wat we wel eventjes gaan doen. Deur op slot doen voor iedereen behalve Bob. Want anders komt iedereen namelijk in het huis. En dat moet niet hebben. Die ook. Of nee, die hoeft niet per se. Maar hij heeft zijn eigen huisje. Zijn eigen boerderijtje. En we gaan hier dus dan gaan we helemaal uitbreiden. Zodra we meer geld hebben. Dus dat gaan we doen. En we hebben hier ook woonkavel kopen. Veel is gezellig. Een tuinveldje kopen voor je woonkavel. We hebben ook niet zo heel veel geld meer. Dus dat moeten we later even doen. Dus wat we de volgende keer gaan doen. We gaan de volgende keer naar het bos toe. Kijken of we een beetje plantjes kunnen vinden. En om die dan te planten. Want wij kunnen nu helemaal niks maken. Als het goed is kunnen we niks maken. Alhoewel misschien dat een klein beetje iets in zit hoor. Dat weet ik niet. Kijk, we hebben helemaal niks. We hebben geen eieren. We hebben helemaal niks. Dus dat is een beetje vervelend. Omdat wij niks in huis hebben. Dus we moeten echt heel gauw wat doen. Wat
verboden, want anders kunnen we namelijk geen eten maken. Dus, jongens, ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Mocht je dit een leuke video gevonden, mag je het belonen met een beloning op je morgen. Ik denk dat we dit dinsdags voorlopig eventjes lekker gaan doen. Gaan we dit mooi uitbreiden en dan hoop ik dat jullie dat ook leuk gaan vinden. Dat natuurlijk ook, dat jullie het natuurlijk leuk gaan vinden, moet ik zeggen. Vergeet natuurlijk niet eventjes die like erop te knallen. Ben je nog niet geabonneerd, doe dat zeker ook eventjes. En dan zie ik jullie heel graag de volgende keer weer bij een gloednieuwe video. Kalm!